Ja, hallo beste mensen. Kassenmos hier weer, Deskem Zolle. En we zitten in de trein, de klas 150. En we zitten op station Huddersfield te wachten op een groen licht op naar Manchester. De route is van gedaan via de Alan Thompson website. Zo. Uit mijn hoofd, de 170. We hebben ook, zie ik, dus wij hebben een groen licht. We zitten in de klas 150. En, ja. Wat is leuk. We mogen trouwens weg nu. Hier uit Huddersfield. Stoptrein dus. Volgende woord, stopseizoen is Sleepwaite. We gaan stoppen op Sleepwaite, Marsden, Greenfield, Moslev. Dat aan, in godsnaam. Stalybridge, Ashton en de eindbestemming is Manchester Victoria. Het is hier wel donker in één keer. Deze klas 150. Nogmaals, ga eens op die website kijken van Alan Thompson. Er staan heel veel leuke scenario's op. Als je een beetje van Engelse routes houdt. Er staan ook wat andere add-on routes bij op. Het zijn allemaal gratis te downloaden. Ook heel veel scenario's. Dus ik kwam er vanmorgen toevallig even op. Ik denk, hey, dat is even interessant voor mijn kanaal. Dus ja, leuk. Ik ben benieuwd, ik heb deze route nog niet gereden. Het is de eerste keer dat ik deze route rijd, dus we hebben een nieuwe uitdaging. Een uitdaging, kijk wat we allemaal krijgen. Oh, het zit wel goed aan dit trouwens. We got a red signal. Oeps. Lukt dit? Uiteraard, deze 150 geeft natuurlijk de Armstrong Powerhouse Soundpack voorzien. Uiteraard natuurlijk. Uiteraard wel met materieelspoor rijden en niet met dat klassieke geluid. Ja, ik wil deze route even rijden. Ja, waarom zit ik niet even de broadcast aan? Waarom ga ik dit niet even een video'tje maken? Dat is leuk. Vanavond heb ik trouwens ook nog een route. Ik zal vanavond in instantie de route rijden van Peterborough naar York, maar dat is veranderd. Ik heb ook een mooie andere route gevonden, namelijk de route Edinburgh of van London Euston naar Birmingham. Op die route kun je gewoon downloaden via de site van Alan Thompson. En daar staan ook alle dingen op die je nodig hebt, extra dingen. Dus bijvoorbeeld je hebt de West Coast Mainland nodig en de Off Sharp route nodig. En natuurlijk de 225's, de 25's enzovoort enzovoort enzovoort. Maar ga nog maar eens een keer kijken op de site van Alan Thompson. Hij heeft trouwens ook een YouTube kanaal. Ook gelijknamig en Thompson. Daar staan over het algemeen ook wel zijn. Hij doet ook heel veel nauw samen met Armstrong Powerhouse. Ja, dat zijn toch wel dingen wat mij wel heel erg boeien. Dus vandaar. 470. Een stukje mag je 75 mijl per uur. Aan Sleepwaite om 11 uur 1. We rijden zonder tijd, dus we hebben time zat, plenty time of zat. Plenty time of zat, lekker Nederlands getekend.
zat tijd. Om zo maar te zeggen. Er straalt nog een gefrustreerd filmpje opgezet. Dit linkje op dat filmpje is nu online op de YouTube-site. Het klein filmpje gemaakt over de kampenlijntje. Een kampen naar Zwolle. Met een buffeltje. Plus dan nog een andere video's, onder andere Bussemeter, Twinsmeter, City Skylines, Transport Fever. Natuurlijk hier en daar wat raceplekjes, onder andere R-Factor en Project Cars. Allemaal te zien op mijn kanaal, dus zoek mijn kanaal eens een keer. Het is Ken Zwolle, abonnee, laat een reactie achter. Kom aan in Slaithwaite. Platform 2. Ik had ook een geel sein, ik weet niet wat hierna komt. Want de remweg van deze 150 is niet zo geweldig, deze remweg, of zijn remweg. Het is vrij traag met remmen. Altijd een beetje in de gaten houden. Maar mocht het nou zo zijn dat hij hierna een rood sein krijgen, kunnen we nog op tijd stoppen. Hier komen we aan in Slaithwaite, platform nummer 2. Kwalijk even in elk dropje even kijken wat er te doen valt, hoe de dropjes eruit zien. Ja, dat is maar even leuk. Goed zo. Ziet er wel mooi uit deze route trouwens. Nogmaals, dit is dus eentje die gemaakt is door een amateur, dus niet door door een bedrijf. En deze is te downloaden via de site van Alan Thompson. Het is wel een mooie klaksel op deze. Tyfoon. Ik wou eigenlijk laten uitrollen, maar dat uitrollen duurt wel een beetje erg lang, moet ik zeggen. Rijden met de livery van Northern Rail. Echt is Northern Rail een heel rommelig bedrijf. Daar gaat het totaal niet goed mee, maar toch hebben ze de licenties weer gekregen. Kijk, en dit is nog een zinning van First. Maar waarom we gewoon richting dat is Vildpron, of nou, dat is naar Slaithwaite-pron. Dan doen we hier zo meteen de deur zo open, gaan we even kijken wat hier te doen is in Slaithwaite. Are you Slaithwaite? Nou, ik heb maar twee bakjes, dus
Kan niet mooi staan. Dit is sleutelweet. Kijk wat hier. Oh, dat ziet er wel mooi uit trouwens hoor. Nice. En weg zijn auto's. Top. Sleutelweet. Ja, ziet er inderdaad wel leuk uit. Leuk dorpje. Hier nog wat industrie. Hier nog zelfs een beekje. Ja, de Mountains of Sleutelweet. Hier is wat dreig. Maar dit is de Sleutelweet. Het op zich wel hartstikke goed uit. Netjes. Morgen alweer. Doe even een drijfbaatje. Het kan ook al mooi geluid trouwens. Manchester Victoria. Ja, en bestelling. Volgens de zon is Marsden. Marsden. Uit je Marsden. Uit Marsden. Ik was tijd 11:06. Normaal dit scenario is niet op tijd verbonden, dus we hebben wel eventjes kunnen rustig gaan doen. Zoals we meteen wel erg bij Manchester weer op de lijn takken. Voor mij is dat de Manchester lijn, voor mij de Manchester Liverpool lijn of zo, waar we zo weer op takken. Nee? Op mijn hoofd. Ik heb geen met paas doen, zeggen ze dan, hè? Nou ja, thuis zitten. Lekker. Het moet maar weer. Ik zag dat het daar wel weer was, dat het wel weer was wat aan het afzakken is. Of dat we die neerwaartse spiraal een beetje krijgen. Nou. Terwijl je over een paar maanden de boel een beetje kan worden versoepeld. Ik ben niet echt al zo overtuigd dat we er binnen een maand vanaf zijn, maar ik denk dat het persoonlijk nog een jaar aan vast zit. Nee, ik ben persoonlijk en dat kan gewoon gebeuren. Ik ga er maar uit van het ergste. Dat zeg ik altijd maar. We get a green signal, yay! Mooi die wegjes trouwens erboven toe. Het is wel een beetje stijl trouwens. Maar ik vind het een zeer mooie route. We staan dus de route Londen-Birmingham. Die is dus door een amateur gebouwd. Die gaan we trouwens ook even bekijken. We gaan met een Virgin 390 rijden. Ik heb al een klein stukje gekeken. Er zitten wel hier en daar wel een paar foutjes in trouwens. Ik kom vanavond al terug. We praten nu over 10 maart 2020. Dan gaan we echt high speed. We bouwen het tempo rustig op, zullen we zeggen. Dan wordt vandaag een leuk dieseldeintje, nu en dan vandaag een lekkere high speed route. Ben benieuwd. Nogmaals, ik heb een klein stukje gekeken. Al een klein stukje door Londen ingekost. Het zag er net heel goed uit.
nogmaals wel een paar foutjes hier en daar, maar ja. Heeft het over Metrolink dit, joh? Even kijken hoor. Aangekomen in Marsden. Zo. Dat was toch een Metrolink. Hier hebben we nog een bruggetje. Nou, daar ligt het stadje. Met daar nog een kerkje. En zo. Leuk. Lekker old British landscape. Hier nog een bruggetje over het spoor. Leuk trouwens dit er gedaan. Leuke werkjes. Oh, we mogen alweer. We gaan weer rood terug naar de trein. Ha, we zijn te laat, vriend. Zou ik het dan zeggen? Hè? Te laat! Snelheid van 85 mijl per uur. Ik heb goed nieuws voor je, dan ga deze trein denk ik al niet eens halen. Deze een topsnelheid van 80 volgens mij uit mijn hoofd. Dit is een klein foutje. Nogmaals, zitten er wel wat foutjes in deze route, dus daar moet je gewoon een beetje doorheen kijken. Dan gaan we nu naar Greenfield, daar komen we om 11 uur 6. Deze kun je trouwens ook rijden zonder de Armstrong Powerhouse. Staat als je bij Jan Thompson op de site gaat kijken en je gaat die routes downloaden. Dan moet je even kijken, twee keuzes. Eén is met Armstrong Powerhouse, de andere is zonder Armstrong Powerhouse. Dus deze kun je gewoon rijden zonder Armstrong Powerhouse, deze scenario's. Goed kijken welke route je aankleedt. En dat de goede route dan download. Voor mij maakt niet zoveel uit hoor, als je de powerhouse doet, want als je die gewoon niet hebt, dan doet het gewoon niet. Alleen, de powerhouse heeft ook andere cabines. Dus er staat niet de standaard cabine daar die je kent bij 150. Als je de Armstrong powerhouse doet, krijg je expert cabines. Dus kun je ook wel anders, op een andere manier van opstarten en een andere manier van rijden. Bijvoorbeeld als je die veugel traineert, die heeft geen standaard ding op zich, geen standaard cruise control. En als je de powerhouse zandpack op doet, die heeft dan wel cruise control op zitten. Dus dat is een beetje het dingetje, zal ik maar zeggen. Het verschil. Het gevoel dat ik nu in een koplamp zit.
Tegen de graag weer. Klaas 170. Hoera. Moeten we naar de 65. Leuk trouwens het huisje aan de rechterkant. Leuk. Ook zijn huisje. Ik ga bergaf aan, dus ik moet iedere keer bijremmen. One in the green food. Dat is leuk aan het halen, aan de zijkant. Erg leuk. Grappig. Ik heb trouwens ook bij de Alan Thompson site de soundtrack staan van Amsterdam Powerhouse. Moet je wel in bezit van een credit card of een peephole? Dat is gewoon niet. We gaan de rem voor de Greenfield platform. Oh, lekker een emergency rem. Okay. Heeft al een gigantische remweg nodig trouwens. Goeiedag. Het is wel typisch Engelse country sound waar we nu doorheen door gaan trouwens. Nogmaals, ik vind het wel mooi gemaakt. Mooie route. Hier hebben we dus Greenfield liggen, oftewel het groene veld. Even kijken wat hier te doen is in het groene veld. Leuk station trouwens, erg leuk. Deurtjes open. Het groene veld, het van Greenfield. Nou, leuk. Hier zit de lokale voetbalploeg hier van Greenfield. Greenfield United. Nog een weg naar de boven toe. Ah, het ziet er wel mooi uit trouwens hoor. Super. Dat is ook mooi trouwens. Als je in Engeland bent geweest, kun je hier recht wel een beetje in gaan verplaatsen hoor. En als je totaal nog niet in Engeland bent geweest en er totaal geen verstand van hebt. Ja, dan weet je het ook niet. Maar als je echt in Engeland bent geweest, een beetje hier in deze gebieden, kun je er echt in gaan verplaatsen hoe de routes zijn in het echt. En natuurlijk hoe ze zijn nagemaakt. Peace time! Goed geluid. Super goed. I like it. You smell the clack. Klaas 170 rijden ze nog steeds mee trouwens van Northern Rail, ja, maar die rijden ook nog zelfs nog met Paces. Ze rijden zelfs nog intercity diensten met Paces. Dus dat zegt al genoeg. Northern Rail, ja, die staat echt niet zo goed als een bekwaamheid van de Engelse spoorlijnen. Northern Rail is niet echt een bedrijf wat niks opgaat met de klant. Vinden we tenminste. Er komt een hele slechte recensie af. Noorden hoor. Mosley, het volgende. En dan kan ik gewoon gas losladen nu en dan gewoon laten uitrollen naar Mosley. Dan krijgen we nog Stillybridge, Aston, Up Online en dan Manchester Victoria.
soms ook wel op de sporen, de hoogspoorlijn. Hè? Ik heb iemand tegen de microfoon. Hè? Ik heb trouwens ook een activiteit genomen van Alex Thompson. Dat is de route van Ellenbrook naar Kings Cross, die we ook binnenkort gaan rijden. Dat is de gehele route. In één keer? Nee, niet in één keer. Die doen we gewoon lekker in stukjes. Ja, we rijden met een VTEC livery. 225. Ook fast line. Dus geen slow line, fast line. Dus lekker lomp en hard rijden. Met een Elmer is dat, VTEC Elmer. We zijn nu aangekomen in Mosley. Dat is de Station Hero. Ik kom in Mosley. Ga even kijken hoe het hier eruit ziet. Het is wel een hele leuke station trouwens. Het ziet er leuk uit. Nou, het is in ieder geval de bedoeling, moet ik zeggen. Een beetje kaal hier zelfs. Nog een beekje, nog een fabriekje. Leuk. Daar komen we vandaan. En ja, het ziet op zich wel geestig uit. Hier een parkeerplek. Dit staat wel een beetje raar, moet ik zeggen. Ik zal hier niet zo snel je auto neerzetten, maar goed, dat is weer mijn idee. En hier is dan het station. En dit is dan het plaatselijke stadje, een dropje denk ik daar. Mooi doen. Gaan we weer. Nu gaan we naar Steady Blitz. Als je wat meer wil weten over Northernville, dus dan ga eens naar YouTube, tik eens in Northernville. Dan zie je echt de gekste taferelen. Echt bizar. Dan is het hartstikke druk. Dan is het precies in de spitsuur s'avonds. Dan komt er een trein gereden. In de dienst van Manchester naar Liverpool. En dan komt er één pis aangereden. Twee bakjes. Dan moet die hele meute moet daarin. En dan zit je echt propjes vol tot aan Liverpool. Hè. Dat is ongelooflijk. Kan daar gewoon. En sinds de privatisatie bij de Britse rol is het echt niet beter geworden hoor. Ik weet dat hier die Boris Johnson, dat hij wel weer wil terugzetten naar normaal staatsspoor. In de toekomst gaat het wel lukken. Ja, als je kijkt naar het verschil met Northernville en, bijvoorbeeld Elmer of GWR, is echt mijlen verschil hoe die omgaan met de service. Als je dan toch met Engeland per spoor gaat doen, dan zou ik je toch aanraden om dan met een van die lijnen te gaan, Virgin. Virgin, GWR, First is wel goed bedrijf, Grand Central ook een goed bedrijf. Het weer geïnvesteerd in nieuw materieel, dus even wachten hierop, want ik denk dat ik hierna groen krijg, of een rood krijg hierna.
Bridge. Ik heb weer geel. Als je vraagt, Kassel, dan doet hij altijd bij de tunnels. Dat doen ze eigenlijk ook in het echt. Ik weet niet wat daar de reden van is, maar het echt doet ze ook altijd. Als ze tunnel ingaan. Hey. Ik kom aan in Stibbers. Ik kan een beetje zien dat we een beetje meer in de buurt komen van een grote stad trouwens. Het wordt allemaal wel wat drukker en wat meer sporen. Komen in Stilybridge. Wat is hier te doen? Eens even kijken. Ah, het is al een vrij grote plaats, moet ik zeggen hoor. Leuk, zat de kerkje weer. Zien we weer een aanbidding misschien? Oh ja, het is inderdaad wel iets groter. Ja. Ik denk dat dit al een voorbuurt is. Ah, nee, toch. Ik dacht misschien dat dit al een voorbuurt was van Manchester. Ik vind het wel erg mooi gemaakt, dit, hoor. Super. Dat is niet helemaal goed, trouwens. Oh. We mogen al, ja. Dan gaan we er weer vandoor. Dan gaan we naar Ashton Underline. En switchen van spoor. Zie ik niet. Ik denk, ja, is dat hier misschien wel eens dat... Het punt kan zijn dat we weer op de hoofdbaan gaan komen. Als we op de hoofdbaan gaan komen trouwens. Ik heb geen idee, voor het eerst dat ik dit scenario rijd. We zijn al 60. We gaan weer gaan schelen.
kwam aan in Ashton Underline. Dat is een tierentrein. Waarschijnlijk weer de teertrein, denk ik, weer terug naar Huddersfield. Hé, het is een pacer! Cool! Over pacers gesproken. Hier staat er eentje. Ah, hij gaat net weg. Dat is jammer. Waar staat hij er nog? Maar kijk hoor. Echt een pacer. Ja, ga net weg. Hier, kijk, kijk, kijk. Ja, dat is aan de hulp. Niet, oh, die gaat naar Stillybridge. Leuke treintjes, super. Oh, wij zijn alweer klaar, we mogen alweer weg. We gaan nu naar Manchester Victoria. Eén punt van deze lijn. Eens kijken hoe dat eruit zit, hè. Altijd opnieuw na. Ja, een vlokje water hebben. Tegen de dorst. Oh. Hoop dat nu het geluid wel goed is, want ik zit iedere keer te pieren met dat geluid. Iedere keer is het weer te hard, dan weer te zacht, dan weer te hard, dan weer te zacht. Ik weet niet hoe dat nou weer kan. Het zal weer aan mij liggen. Zoals gewoonlijk. Ik heb er altijd problemen mee met dat geluid. Dit nou weer dan. Gewoon weg. Dat is allemaal weg. Wat is dit? Ja, weg. Oh, het is die IKEA. Cool. Dit spel wordt mede mogelijk gemaakt door de IKEA. Even tussen voor, weer nooit. Er komt weer een lijn. Kijk, hier zou dan misschien nog een lijn. Nee, die is niet trouwens. Dat is terug. Die misschien de hoofdlijn was. Victoria, Manchester. Voor mij zit allemaal diesel uit mijn hoofd. Voor mij is door een route van mij Londen of Liverpool, Manchester. Ook allemaal diesel volgens mij. Dat is niet eens zeker meer op het. We zijn nog 8 uur onderweg. We gaan eens op deze.
Wijziging van spoorsnelheid. We gaan nu naar de 60. Naar de 30. Speeding. Best bochtje moet ik zeggen, dit, hè? Hier komt de lijn uit van de hoofdlijn. Zeg maar. Het ziet er wel naar uit. Ah, niet helemaal. Je moet het natuurlijk als een broodje zout nemen. Voorbij ging. Of van Noord. Dan weer 50 en dan weer naar 40. En dan weer naar 20. Oké. Ik vond het scenario, heel leuk. Er zitten echt activiteiten in. Er zitten ook verschillende snelheden in. Dus je moet echt rood bij blijven. Je bent zo weer aan het speeden. Zo nu weer. Ja, het ziet er wel uit. Heel druk interpreteert uit. Ik vind het een mooie route. Gaat de tram omhoog. Dat is leuk. Leuk gedaan trouwens. Er is toch ook een activiteit met deze trams. Ook op deze route. Je zal nog een keer met een tram kunnen rijden. Leuk trouwens. Erg leuk gedaan. Ik kom aan in Manchester, Victoria. Ik wil daarheen moeten denken dat we hier. Ah, zie je wel, moet hier afslaan. En naast de tremmen komen wij. En weer een pincer, ja. Leuk die trams trouwens, echt leuk. Een mooie activiteit in de route zelf. Dat zit hier neer. Zo. Eens even kijken wat hier nog te zien valt voordat we eruit gaan. Ja. En nog twee treintjes. Dat is nog 150, hier zit nog een Pacer. Ik moet een foto maken, dat is nog een mooie toch. 142 Pacers. Hier is dan de tramlijn en daar is dus inderdaad ook een aparte route voor. Nog, meen ik uit mijn hoofd. Het ziet er allemaal niet zo erg schokkend en mooi uit, moet ik zeggen, maar goed. Mensen zelf ook niet echt goed in elkaar zijn, maar goed, dat is een korreltje zout en dan moet je altijd als een korreltje zout gaan accepteren. Dit was mijn route, wat geef ik hiervoor? Ik vind het een hele uitdagende route. Inderdaad, wat ik zei, er zitten veel verschillen met qua snelheden in, dus dat is altijd leuk.
Ook veel activiteiten met andere treinen. En ja, ik vind het een leuke route om te rijden. Mocht je deze route zo een keertje willen rijden, kan. Ga even naar de website van Alan Thompson. Of kijk even op zijn YouTube kanaal. Er staan ook genoeg activiteiten op en genoeg trainingsbetter video's. Dit was het voor nu. Dank voor het kijken. Tot de volgende. Toedels. Dag.